Ik ben momenteel bezig met mijn bucketlist. Om mijn gedachten een beetje te verzetten met heel dat corona gedoe en zo. En als jullie niet weten wat een bucketlist is, dat is eigenlijk een lijstje met allemaal dingen die ik zeker wil gedaan hebben in mijn leven. En sommige dingen zijn al gelukt, zoals uit een vliegtuig springen of wereldkampioen worden. Maar sommige dingen zou ik echt nog wel eens graag doen, zoals bungee jumpen of met haaien zwemmen. Maar er staan ook wel iets haalbaardere dingen op, waar ik nu wel extra veel tijd voor kan maken. Een van mijn dingen op mijn lijst is een reis naar Japan. Maar ja, dat is nu al een beetje moeilijk met deze omstandigheden. Dus ik heb voor een alternatief gezocht, namelijk ik ga Japans leren ter voorbereiding van mijn reis. Oké, let's go. Konnichiwa. Let's start today's lesson. Good morning. Kajima. Ohayo. Sounds like a little ohayo, right? Okay, please repeat. Ohayo. 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 Dat gaat eigenlijk wel super goed, vind ik. Ik ga iets doorspoelen, want het was een beetje simpel, hè. How do you do? Oké. Hajimemashite, dozo yoroshiku. Hajimemashite, dozo yoroshiku. Hajimemashite. 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 Oh my god, dat is veel te moeilijk. Oké, misschien moet ik toch maar iets simpeler zoeken op mijn bucketlist. Maar één positief puntje. Ik heb wel iets grappig geleerd tijdens die Japanse lessen. Oh, hallo. Hajimemashite baka. Huh? Jens, ik heb net in het Japans gezegd. Hallo Jens, hoe gaat het liefste broertje? Ah, goed. Dank je liefste zusje. Het volgende ding op mijn bucketlist is mijn kast uitmesten. 2 hours later. Voilà, mijn kast is uitgemest en dat heeft eigenlijk alleen maar voordelen, want nu heb ik meer plaats voor nieuwe outfits, dus win-win. Zeker ook doen. Maar ik heb toch ook wel 3 outfits gevonden waarvan ik me afvraag waarom heb ik dat in godsnaam ooit gekocht. Check maar. Oké, voor mijn laatste bucketlist item heb ik jullie hulp ingeschakeld via Instagram. En er zijn echt super veel toffe ideetjes binnengekomen. Zoals taartgevecht, een tijdscapsule maken, echt super cool. Maar deze vond ik ook wel kei tof en heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Namelijk mijn nagels lakken in de regenboogkleuren. En omdat ik zo'n grote fan ben van al die mooie kleurtjes en de regenboog, dacht ik, ja, dat is eigenlijk iets heel simpel wat ik gewoon kan doen. Dus dat ga ik nu doen. Oké, ik heb hier een grote zak vol nagellak en het eerste wat ik ga doen zijn de kleuren van de regenboog zoeken. Rood. Oranje. Geel. Groen. Blauw. En als laatste paars. Oké, let's go. Oké, hier staan alle kleurtjes en ik heb nog een beetje licht paarse nagellak op mijn nagels. Maar ik ga het er gewoon over doen, want ik ben te lui om het eraf te halen. Dus, let's go. We beginnen met zo'n oranje. Blauw. Dit is mijn eerste hand en dan ga ik nu met de tweede hand verder en daar begin ik met paars. En nu beginnen we gewoon terug opnieuw. Tadaa! Oké, nu moet het even drogen. Voilà, mijn nageltjes zijn mooi gelakt in de regenboogkleuren en ik vind het echt nog cool. Maar heb jij thuis ook nog leuke dingen die je kan doen? Post dan zeker je activiteit op Instagram en tag @rodeneuzendag, zodat ik het ook kan zien en misschien die activiteit ook aan mijn bucketlist kan toevoegen. Stay safe en bye!